Vandaag hebben wij in Klokje Rond een Fiat Multipla, een benzine uit 2002 met 321.000 kilometer op de teller. Ja, het is gewoon een rare auto. Zo lelijk dat die mooi is, zou je kunnen zeggen. Het is alsof een dag voordat de presentatie was, de chief of design bedacht, nee, hij moet toch 5 centimeter hoger. En toen hebben ze die extra vetrol op de voorkant geplakt met twee schijnwerpers erin. Binnen ook. Wanneer zie je nou in een personenauto 3 stoelen voorin? Dat is best wel uniek. Heel veel opbergruimte. Dakraampjes kunnen bij deze niet open en zijn dichtgekit. En ik mocht niet aan de knopjes zitten. Dus dat voor de verandering doe ik dat dan ook een keertje niet. Beetje tikkie uitgeleefd en versleten van binnen. Ook van buiten en van onder heb ik zo het idee. We zijn nog niet zo heel ver op weg. Maar ik heb al best wel een lijstje. En hij voelt best wel versleten aan. Maar ja, het is een Multipla. We gaan er gewoon een lekker stukje mee rijden. En we zien wel even wat we allemaal vinden. Nou, we zijn ondertussen een stukje op pad in deze Cult Classic. Mijn eerste reis in een Multipla. En er zijn een paar dingen die me opvallen. Eén is de zitpositie en de hoogte en het zicht in de auto. Het is net alsof je in een busje aan het rijden bent, want je hebt dubbele spiegels, hele grote ramen, je zit heel hoog, het is heel breed. Dus dat is anders dan ik gewend ben. Maar dan dit specifieke exemplaar. Kleine samenvatting uit de lijst. Airco-pomp jankt, versnellingsbak jankt. De schokdempers zijn echt wel stevig versleten. Hij deint echt. Ik denk zelfs dat we op de snelweg hem kunnen laten wiegen. Hij trilt met remmen. Hij is lawaaierig. Eén koplamp deed het niet, dacht ik te zien. De deurvangers zijn ontzettend naar de kloten. Wat heel irritant is het rubber dingetje op het vloermatje. Dat zit tussen de pedalen. Dus ja, dat is gewoon irritant als je probeert te schakelen of te remmen. En zo heb ik nog wel een lijstje. En dan moeten de binnendoorweggetjes en de drempels nog komen. Dus het belooft niet heel veel goeds op technisch gebied met deze auto. Ondertussen zijn we bijna aan het einde van de proefrit met de Multipla. En ik heb ontzettend mijn best gedaan om hem leuk te vinden. Maar dat is niet gelukt. Eigenlijk rijdt hij gewoon niet zo lekker. Ik zit niet lekker. Alles gaat zwaar en hakerig. Er is iets met de achterwielophanging gewoon no bueno. Hij gaat een beetje. Hij veert schuin. En dat doen auto's wel vaker. Maar deze doet het echt een beetje op een rare, enigszins gevaarlijke manier. Als je er wat snelheid in hebt. Dus dat is niet prettig. Ik dacht heel even: hey, hij heeft cruise control. Maar er zit alleen een knopje aan, uit voor het systeem. En nergens iets om in te stellen. Maar daar hangen hier wel losse draadjes. Kwam ik nog achter. Zo nog wel een lijstje met kleine dingetjes. Maar al met al is het niet een hele fijne rijervaring, naar mijn mening. En ik verwacht eigenlijk, naar aanleiding van hoe die rijdt, dat er onder ook wel het een en ander aan ellende te zien is. Maar we gaan het zien. Nou, deze week een Klokje Rond, een lang gekoesterde wens. Eindelijk eens een keer een Fiat Multipla. Kiki, jij bent het slachtoffer, het is jouw auto. Je bent 20 en die rijdt in een gezinsauto. Ben je bezig met je gezinsplanning of zo? Wat nou, dat zeker nog niet. Okay. Maar ik heb hem gekocht in maart 2020. Omdat ik met mijn beste vriend een reis door Europa zou gaan doen. Mm-hmm. We zouden helemaal naar Portugal ermee rijden. En we wilden gewoon veel spullen meenemen, gitaren, misschien surfplanken. Ja. Dus dat was het idee. Nou, toen ben ik helemaal verliefd geworden. En ik rij ook vaak naar de hockey met mijn keeperstas. Dus hij is gewoon nooit meer weggegaan. Nee. Oké, dus je bent echt wel verliefd op je auto. Zeker, ja. Hoe is het gegaan in de afgelopen tijd met die auto? Kent hij veel problemen? Ja, er is wel heel wat mis mee geweest. Wel bijna €3000 in geïnvesteerd. Oh, oké, dat is wel serieus geld. Ja, zeker, ja. Elke keer brandt er wel weer een motorlampje of iets anders, maar
Ja. Hij brengt me wel overal naartoe. Ja. Hey, en als je vandaag, je krijgt zo meteen de uitslag van de keuring. En denk je dan van, nou, als hij het slecht is, doe ik hem weg? Of ga je er dan even goed mee verder? Nou, ik ben niet van plan om hem weg te doen hoor. Er zit veel liefde in. Oké, okay, nou ja, dan ik sla een kruisje voor je. Ja. Ik ben heel benieuwd. De lijst. Ik ben redelijk zeiker geweest, dus er zijn ook redelijk wat puntjes. Hij geeft een airco-storing, hij geeft een motorstoring, kleurverschil op een hoop van de panelen, de deurvangers die klakken ontzettend, de linker spiegel werkt de verstelling en het automatisch inklappen niet, de binnenlampjes werken niet allemaal, de koplamp linksvoor is kapot, de ruitenwisserstrepen, de versnellingsbak die jankt een klein beetje, is nog niet heel erg, maar is wel hoorbaar al. De airco die jankt stevig. Hij trilt met remmen. Achter heb ik in eerste instantie schokdempers opgeschreven, maar dat is denk ik niet alleen schokdempers. Daar is gewoon iets gaande waardoor de hele auto een beetje raar scheef trekt bij rijden over hobbeltjes en vooral op de snelweg. Onder de motorkap van de Multipla is het een en ander gaande. Onder andere een leeg koelwaterreservoir. En ik lijk wat vochtigheid te zien onder bij de radiateur. Dus dat gaan we zo even verder onderzoeken. Ook het remvloeistofreservoir is aan de lage kant. Nog niet leeg, maar wel laag. En ik zie dat er een aantal remleidingen vervangen zijn voor stukjes koper. En hij lijkt bij de aansluiting met de ABS-pomp niet meer goed af te dichten. Dat is wel iets wat aandacht nodig heeft wat mij betreft. Er zit een hitteschild van het spruitstuk, zit los en dat rammelt, is ook redelijk gescheurd. Er lopen een aantal extra kabels. Ik ga zo van onder even kijken of ik kan zien waarvoor dat is. Die snap ik nog niet helemaal. En er is hier wel het een en ander aan slangklemmen en koelslangen al vervangen lijkt het. Dus er is wel degelijk wat aan gedaan. Dus we gaan hem even omhoog zetten, kijken wat we er meer kunnen zien. Nou, aan de onderkant van de Fiat zijn een paar dingen die negatief opvallen. Namelijk een lekkende radiateur. Ik dacht van boven al te zien en dat wordt onder bevestigd. Een oud roestend oliefilter. Wel zit er bijvoorbeeld een nieuwe startmotor op. De motor en de bak zweten wel wat olie, maar lekken nog niet echt. Er zijn remblokken recentelijk vervangen, maar op oude remschijven geplaatst. Nou, die zijn wat aan de dunne kant. Waarschijnlijk komt daar de trilling met stevig remmen vandaan. Hier is wat een soort demper die aan de aandrijfas zit, die is teruggekit. Die zal een keer losgelopen zijn. Als we wat verder naar achter gaan, dan hebben we een uitlaat die slecht begint te worden, maar nog niet lek is en nog redelijk degelijk bevestigd is. We hebben zowel links als rechts gaatjes in de doorpols. Is nog niet heel ernstig, maar ja, wel weer bewijs dat ook deze auto's daar last van hebben. En aan de achterkant vinden we, los van een reserveband die net zo oud is als de eigenaresse, ook weer ons favoriete merk schokdemper. Wat er ook al even onder zit, dus los van dat het kut was om mee te beginnen, is het nu wellicht ook versleten. En ik zie hier een verschrikkelijk verdroogde band. Dus we gaan hem even uit de veren zetten en kijken wat we nog meer kunnen vinden aan de wielophanging. Bij de voorwielophanging van de Fiat valt op dat een van de verzeekogels, namelijk deze linksvoor, ietsje speling heeft. Is nog geen APK-puntje, mag een millimeter zijn, dat is het nog lang niet. De band is nog niet zo heel oud, wel ja, niet aanmerk en redelijk versleten. Vooral aan de binnenkant is die al wat afgesleten. Ook zit de kabel van de remblok slijtagesensor niet meer vast en is de veer behoorlijk verroest. Maar nog niet gebroken. Dus niet 10 punten, zeg maar.
Aan de achterkant van de Multipla is duidelijk geworden wat we tijdens de proefrit merkten. Namelijk heel afwijkend rijgedrag vanuit de kont van de auto. Ik kon het niet helemaal verklaren, maar het was wel duidelijk dat daar iets goed mis was. Los van 10 jaar oude, behoorlijk droge Michelin banden, die ook redelijk versleten zijn. Michelin maakt fantastische banden, die heel veel grip hebben, vooral in de regen, door de supermooie rubber samenstelling. Het nadeel is alleen dat ze niet zo goed oud worden. En dan krijg je dus verschrikkelijk veel droogtescheuren erin. Nou, dat is bij de achterbanden aan de hand. Maar belangrijker is het rubber, waar de achterste draagarm, kan je het wel noemen, in scharniert, zodat de wering omhoog en omlaag kan. Dat rubber is aan de linkerkant totaal versleten, waardoor het wiel echt ver heen en weer kan. Ik zag aan de binnenkant van de band ook al hele lichte aanloopsporen, omdat het wiel natuurlijk kantelt op het moment dat de auto erop rust. En dit vind ik een serieus probleem. Ook de manier waarop die hierdoor rijdt is gewoon niet echt veilig meer wat mij betreft. Nou, Tim, volgens mij die keuring, ik had het een hele tijd het idee van nou, als ik een klein beetje fixe, dan kan ik nog wel een jaartje of twee rijden. Ja. Maar het venijn zet hem in de staart, want dan zet ik een wiel met een eigen leven, zeg maar. Ja precies, precies dat. Er is één draagarm rubber dusdanig versleten dat het eigenlijk niet meer veilig rijdt. Dat hadden we eigenlijk tijdens de proefrit al wel een beetje geconstateerd. We moesten alleen nog even vinden waar dat rare rijgedrag dan vandaan kwam. Ja. Nou, dat hebben we gevonden. Ja. En los met alle andere puntjes die we gevonden hebben, is het toch wel een beetje een negatief verhaal geworden. Ja. Terwijl ik had hem zo, en de eigenares trouwens ook, zo gegund dat ik vind hem leuk. Ja. Het is hartstikke leuk. Maar het is inderdaad radiateur, banden, schokdempers, achteras. Remvloeistoflekkage, hoop kleine dingetjes, maar vooral die achteras nekt hem. Ja. Jij bent de enige vrouw in Nederland die ik ken die op een boodschappenlijst heeft staan de achteras van een Multipla. Nou, zeker. Ja, ga je eraan beginnen? Ja, eerlijk gezegd weet ik het nog niet helemaal. Ik moet het natuurlijk ook even met het thuisfront overleggen. Ja. Het is wel een beetje een zwaar puntje, denk ik. Maar ik heb nog geen idee. Het wordt Maar je zei voorafgaand aan de keuring dat je ervoor door het vuur ging, hè? Ja, dat is wel, ik wil dat wel graag, maar ik moet even gaan kijken wat het allemaal gaat kosten natuurlijk. Dit is wel een heel groot grapje, denk ik. Ja. Ik had je graag wat anders gegund, maar even goed bedankt dat je er was. Ja, u ook bedankt.